Yippie-a-jee, ik heb er weer een. Hallo allemaal, welkom bij Moon Wizard. En vandaag heb ik voor jullie dus weer een nieuwe Geek Gear Wizardry Box. Ik heb hem vandaag lekker weer binnengekregen. En dit is de maart of februari. Volgens mij is dit februari, als het goed is. En natuurlijk staat de stijl naar het weer op. Geek Gear Wizardry en Handmade with Love. Ik heb hem weer lekker binnengekregen. Ik ben super blij mee. Hij is best wel wat gewicht zit erin. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Oké, ik ga hem maar eens openmaken. Natuurlijk zit er gelijk een shirt in als eerste. Er zit een plakketje op. Oh, allemaal wormpies vallen eruit. Oh, deze is gaaf. Deze is gaaf, kijk. Top. Kijk, prachtig shirt met de ones. Wanneer er natuurlijk iemand is overleden. Prachtig. Prachtig, echt prachtig. Dit is denk ik mijn favoriete shirt tot nu toe die ik heb gekregen uit de Geek Gear boxen. Dus mijn favoriete shirt is deze shirt denk ik nu. Oké, wat hebben we hier als eerste? Een doosje met wat stenen erop. Dus dat maakt me nieuwsgierig. Oh. Dat moet denk ik dus het kerkhof voorstellen. Want we hebben hier het, de Margerheim of zo dat het heet. Ik weet het niet hoe het precies heet. Maar dat is natuurlijk het beeld wat Harry vasthoudt. Wanneer hij natuurlijk in het kerkhof is. Super gaaf beeld. Heel mooi gedetailed. Het is natuurlijk niet volledig met de naam en alles van Voldemort's ouders en zo. En hem en alles. Maar een hele mooie replica. Prachtig. Heel mooi. Heel erg mooi gedaan. Heel erg leuk. De volgende. We hebben de laatste tijd wel een hele hoop met pixies. Want hier is er weer een pixie. Ik heb nu een bijgebouwde pixie. Ik heb de pixie als magical creature. En nu weer iets met een pixie. Dus, let's check it out. Wat het is. Het zit zelfs in piepschuim. Ik moet gewoon mijn mesje erbij pakken. Om het los te krijgen. Wauw. Dat gebeurt niet vaak. Wow, zo dan. Dat is mooi. Even kijken of ik het eruit kan krijgen. Zonder iets te breken. Ja, dat is me gelukt. Wauw. Oh, het is een soort van hangertje. Wauw, heel mooi. Kijk dan. Dit is gewoon een pixie aan een hangertje. Super mooi. Het is ook. Het is echt ijzer volgens mij. En ja, het is hele dunne pootjes en alles. Dus ik wil het bijna daar niet aan vasthouden. En ja, mooi die vleugels en alles in dat gezichtje. Wauw, deze is echt heel mooi. Heel mooi gedaan. Het is ook wel logisch dus dat het in piepschuim zat. Want dat had hij denk ik wel nodig. Wauw. Heel erg gaaf. Deze is heel erg mooi. Ik weet alleen niet waar ik hem kwijt moet nu. aangezien dat ding wel wat gewicht heeft. En hij niet denk ik kan staan op zijn eigen, zeg maar. Wat hebben we nog meer? Ik zie hier iets met de geheime kamer zo te zien. Ik hoor wat ratelen. Oh mijn god. Vorige keer hebben we al de ring gekregen. Natuurlijk, de gruzelementenring. En nu hebben we de Slithering Locket. Wauw. Dan heb ik al 3 versies van de Locket. En dit moet natuurlijk, denk ik, echt de Locket voorstellen. Kan die open? Oh ja, hij kan open. Oh wauw, hele bijzondere binnenkant. Het is helemaal grijs aan de binnenkant. Maar ja, wauw. Heel bijzonder. Het heeft wel echt hetzelfde gewicht als de Noble Collection versie, de officiële versie. Je kan hem ook omdoen. Deze heeft ook zo'n rot haakje zitten. Oh, deze is wel wat beter. Dus je kan hem omdoen als je wilt. Dan is dat mogelijk. Dan moet ik hem ook weer afkrijgen natuurlijk, in plaats van dat ik mezelf ga kill halen. Deze hebben altijd van die kleine haakjes. Ik draag nooit kettingen voor de rest, want ik haat dat. Maar ja, je ziet mooi Zwadderig logo natuurlijk erin staan. En op de achterkant zie je ook nog wat staan, maar ik weet niet precies wat er precies zit. Maar heel mooi, heel gaaf. Zeker tof, heel tof gedaan. Dit is, heel tof. Ik moet hem even goed weer in zijn bakje leggen en alles. Ja, ik heb trouwens deze video nu eerder geüpload dan de video over de creatures en alles. Die ga ik volgende week doen en alles.
Maar ja, deze video vond ik net even wat belangrijker. We hebben weer een pin. Buddy Bird. Superleuk. Hij heeft ook twee houdertjes zelf zitten. Twee van die klemmetjes. Hele gave pin. Super gaaf. En we hebben een boekenlegger van... een beetje van het boek. Van het dagboek van Tom Riddle. Wauw. Hele leuke. Het is ook echt van hetzelfde materiaal als de Noble Collection versie. Heel, heel leuk. Super tof. Het is ook gewoon voor de rest buigzaam. Maar het is een boekenlegger zo te zien. Denk ik tenminste. En dan hebben we natuurlijk ook nog een postertje, denk ik weer. Denk ik in ieder geval. Lijkt me wel. Die zit er altijd eigenlijk wel bij. Oh. Dit ziet eruit als Fantastic Beast. Dat is zeer interessant. Dat hebben we nog niet eerder gehad, Fantastic Beast. Als ze dat vaker gaat doen, daar zeg ik zeker ja tegen. Het is ook heel dik. Het is ook netjes in piepschuim verpakt en zo. Het stinkt wel, maar... Wauw. Die is mooi gedaan. Zo dan. Ja, Lida Lestrange. Een foto van Lida Lestrange en Ravenclaw erbij en zo. Wauw. Die is heel mooi gedaan. Zo dan. Die is echt prachtig. Wauw. Die is heel mooi. En er zit al ingelijst in alles. Dit is echt tof. Dit moeten ze vaker doen. Dat het gelijk ingelijst is en dat ik het gewoon kan ophangen in plaats van die losse posters. Heel erg gaaf. Heel mooi. Wauw. Ik ben echt verbaasd. Die moet ik dus nu ergens op gaan hangen. Maar waar? Ja, heel gaaf. Perfect formaat ook, heel mooi. Ja, prachtig van Lida Lestrange. Heel leuk, heel mooi. Heel mooi gedaan. En dat is het volgens mij. Er zitten er alleen nog gewoon de standaard dingetjes in met dat kortingskaartje natuurlijk. En natuurlijk met de brief die er wat er allemaal in zit en zo. En een beetje dingen op de achtergrond. Even kijken, wat zit er allemaal? Once Up t-shirt. Nou, die hebben we inderdaad. License Exclusive Lida Lestrange print. Yep. TMR Diary Tint Letter Bookmark. Ja, die hebben we. Pexy Pixie Hanging Ornament. Ja, die hebben we. Reaper Gravestone Ornament. Ja, die hebben we ook. Legendary Wizard Locket. Die hebben we ook. En Exclusive Modern Pin. Rudy Bird Pin. Ja, dat hebben we allemaal. Helemaal tof. Deze Geeky Box is denk ik wel... Ja, weer een van mijn favorieten, denk ik. Deze heeft hele toffe dingen erin zitten. Hele toffe objecten. Ik vind die poster voornamelijk ook heel erg fijn dat hij gelijk ingelijst is en alles. Vind ik super gaaf. Natuurlijk, de twee beeldjes zijn super sick. Heel mooi gedaan. En vooral dat dit helemaal ijzer is en alles. Super tof. En natuurlijk de Locket. Zeker een hele toffe... heel tof gedaan natuurlijk. Een beetje met zijn eigen creativiteit. En natuurlijk de pin en de bookmark zijn super gaaf. Hele toffe gearbox. Ik ben weer heel blij. Dit is goed, is de februari versie. Als het goed is. Ik weet het niet zeker. Ik moet even kijken. Dit is March. Ja, dit is de maartbox is dit. Oké. Ja, februari hebben we vorige keer dus al gehad. Ja, dit is de maartbox. En ja, ik ben zeer tevreden met deze box. Hele gave objecten er weer in. Super tof. Dus ik ga deze snel ophangen. En ik ga dit allemaal weer een plaats geven en alles. En super tof weer. Ik ben heel blij met dit allemaal. Goed, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video natuurlijk. En vergeet even niet, zeker niet te abonneren en te liken als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie allemaal weer later.